Goedemorgen allemaal, goedemorgen. Mijn naam is Fidi Jood en ik ben een diehard fan van deze mevrouw, burgemeester Femke Halsema, de allerbeste en allerleukste burgemeester. Oh, sorry, koffie. In de hele wereld. In de hele wereld. Als je gaat kijken naar de burgemeesters die Amsterdam tot nu toe heeft gehad, dan is Femke Halsema, valt niet eens te vergelijken. Deze mevrouw is een verademing. Er waait een frisse wind door Amsterdam. Ik vind dat ze het helemaal fantastisch doet. Een vreselijk intelligente, principiële vrouw. En ja, god, ik ben een beetje bezorgd dat mensen dat gaan zien als seksistisch. Maar ja, ik vind het dus helemaal niet erg dat ze er fantastisch goed uitziet. Ik heb daar geen problemen mee, toevallig. Ik ben een beetje aan het experimenteren met twee soorten software. Te weten, Screencastify. Dat is een leuk speelgoed, daar kun je je scherm mee opnemen. En nog een hele hoop andere dingen doen die ik nog niet helemaal heb uitgevogeld. En dan rechtstreeks gewoon vanuit de app uploaden richting YouTube. En dat YouTube kanaal van mij, dat is een bijeengeraapt zootje. Ik heb nog steeds niet echt een goed idee wat ik er nou mee wil doen en wat ik ermee ga doen. Dus wat ik voorlopig doe is, ik maak wat video's en die worden dan geüpload. En die worden dan wel of niet bekeken, dat doet er niet zoveel toe. En dan gooi ik ze weer weg en dan doe ik weer wat anders. Wat ik nu aan het doen ben, is een reeks reviews van films, boeken en documentaires. En dan gewoon eens kijken wat daarmee gebeurt. Vandaag ga ik een spoiler review doen van een documentaire. En dat is niet zomaar een documentaire. Het is echt een hele bijzondere documentaire. En die documentaire die heet The Bridge. En ga maar even zitten, want dit wordt geen lichte kost. San Francisco's Golden Gate Bridge is the most photographed man-made structure in North America. En dan komt het. And the single most popular suicide site in the world. Eric Steele's haunting film focuses on the large number of suicide that occur each year there. Zoals je ziet, je kunt de documentaire gewoon gratis vinden op YouTube. Als je een beetje zoekt, kun je hem op allerlei andere plekken ook vinden. Ga er maar even voor zitten. Wat heeft deze documentairemaker gedaan? Nou, ik doe het verkeerd. Dus zo moet ik het doen. Deze documentairemaker heeft toestemming gekregen van de Amerikaanse overheid om deze hele brug en omliggend terrein te behangen met camera's. En die camera's die nemen gewoon tegen een soort random interval beelden op. En alle beelden die niet gaan over suicide, mensen die proberen van die brug af te springen. Of mensen die proberen suicide te voorkomen, proberen te voorkomen dat iemand naar de rand loopt. Alle beelden die daar niet over gaan, die gooit hij weg. En dan heeft hij alleen de beelden van de brug bewaard. Die, nou ja, je kent het, hè? Dit soort iconische beelden. Die brug omringd door wolken. Hè? Die brug in de mist. Het is prachtig mooi om te zien. En dan dus inderdaad dit. Gewoon een random iemand loopt ineens op de rand af en springt van die brug af. En wat hij dan daarna heeft gedaan, dat is waar de film feitelijk over gaat, en dat is veel belangrijker. Ik bedoel, die beelden zijn schokkend, maar het is niet alsof je anderhalf uur lang alleen maar suicides te zien krijgt. Wat hij daarna doet, de documentaire maken, zijn hele openhartige,
vaak hartverscheurende gesprekken met de mensen die achterblijven, familie en vrienden. En daar worden dan interviews mee gedaan. En ik heb nog nooit zoiets gezien als dit. Ik ben zeer, zeer, zeer onder de indruk. Ik was bang dat het een hele morbide documentaire zou worden, waar je alleen maar vervelende feitjes zou te horen krijgen van wel zoveel honderd mensen zijn gesprongen en zoveel honderd mensen hebben dit gedaan. En dat is het beslist niet. De mensen die zelfmoord plegen, hij heeft daar een x-aantal mensen uitgehaald. En daarna worden hun familieleden geïnterviewd. En nogmaals, die interviews die zijn hartverscheurend. En er zijn wat interviews met mensen die in de San Francisco Bay, dus dat is het water zeg maar, rondom de brug, dat is ook voor recreatie. Dus daar zijn mensen aan het windsurfen. En daar zijn mensen met hun bootje aan het dobberen. En het gebeurt dus dat mensen daar lekker aan het recreëren zijn. En hop, kwak, ik zag iets in het water vallen. En het is dan niet iets wat gevallen is, maar iemand. En het is niet gevallen, maar gesprongen. Ik vind het een fantastische documentaire. Het is pittig. Het is pittig. Omdat het natuurlijk gaat over zoiets afschuwelijks, ingrijpends als zelfmoord. En dat afgewisseld met prachtig mooie beelden van die brug. En prachtig mooie beelden van alle recreatie, alle waterrecreatie die daar plaatsvindt. En in een van die interviews, het is wel heel leuk, dat is een gay stel. En die twee kerels die zijn inderdaad zoiets als windsurfen aan het doen. En dan springt er iemand van die brug af. En een van die twee gays die zegt het heel mooi. Die zegt, ja, het is zo moeilijk te bevatten. Ik had namelijk op dat moment de meest fantastische ochtend denkbaar. Ik was daar heerlijk vrij op het water en het windsurfen. En tegelijkertijd boven mij had iemand anders de meest waardeloze ochtend van zijn leven. Hij sprong van die brug af. Prachtig, prachtig mooie documentaire. Echt heel, heel, heel knap gedaan. En ik vind heel waardig gedaan. De slachtoffers, de zelfmoordplegers, de mensen die een einde maken aan hun leven, worden niet afgeschilderd als labiele gekken die et cetera. Nee, nee, nee. Gewoon mensen die het echt niet meer zagen zitten. Mensen die een afschuwelijk leven hadden, vol problemen, vaak mental illness of andere problemen. En op een goede dag besluiten, nou dit is het, ik maak er een einde aan. Er zit één slachtoffer in die zowaar de sprong van de brug af overleeft. Je moet je voorstellen, deze brug is waanzinnig hoog. En de snelheid en de kracht daardoor waarmee jij het water raakt, zorgt er gewoon voor dat je hartstikke dood gaat. Veel mensen in Amerika kunnen gewoon niet zwemmen, hebben geen zwemdiploma omdat het niet verplicht gesteld wordt door de overheid. En ja, gezien de enorme hoogte van de brug en wat ze aan het doen zijn, veel mensen zijn al overleden aan een hartaanval voordat ze het water raken. Maar goed, één slachtoffer die overleefde, het is een hele jonge jongen, en die is dan aan het uitleggen wat er allemaal stuk ging aan hem. Met helemaal botten gebroken, inwendige organen beschadigd. En dat is gewoon van de klap van het water raken. Nogmaals, een fantastische, fantastische documentaire. Met hartverschillende verhalen. Ik heb het niet helemaal droog gehouden. Af en toe had ik echt tranen in mijn ogen. En de documentaire was dus helemaal niet wat ik ervan verwachtte. Het is niet een documentaire die ik 10 keer zou kijken. Ik heb hem toen hij uitkwam, kort nadat hij uitkwam, ergens in 2007 heb ik hem gekeken. Nadat ik er allerlei hype over had gelezen. En ik heb hem later nog een keer gekeken. Misschien, weet ik niet, een jaar of 5, 6 geleden.
En ik ben dus van plan om hem nu binnenkort nog een keer te gaan kijken. Om te zien, maar dan wil ik een HD-kopie ervan hebben. En dat heb ik nog niet gevonden. Ik heb geen zin om een of andere B-kopie op een of ander gratis kanaal te kijken. Dus ik moet nog wat verder zoeken. Een heel zwaar, stevig onderwerp. En inderdaad, zoals ik al een paar keer gezegd heb, hartverscheurend. Maar ik vind het heel knap gedaan. Van de documentaire maken, dat je dit voor elkaar krijgt. Even kijken, die poster, weet je, die brug in die mist. Hier zie je me ook, die brug in die mist. Heel knap dat die documentairemaker het voor elkaar heeft gekregen om inderdaad daar te mogen filmen en dit te mogen filmen. Ik vraag me af wat voor smoes de documentairemaker heeft moeten gebruiken om dit te verkopen aan de Amerikaanse autoriteiten. Hij zal niet gezegd hebben: hoi, ik wil een hele hoop zelfmoorden gaan filmen op die brug. Wat hij gezegd zal hebben is: ik wil gewoon timelapse shots maken van die brug, een maandenlang of weet ik veel, een half jaar lang daar filmen of een jaar lang daar filmen. En dat dan allemaal achter elkaar monteren. Zoiets zal hij gezegd hebben. En vervolgens heeft hij alles wat zelfmoord of zelfmoord gerelateerd was, zelfmoordpreventie, eruit gehaald. En is die mensen gaan aanschrijven, de familieleden gaan aanschrijven, van: hi, ik ben een documentairemaker, mag ik een keer met jullie praten? En met name die gesprekken met familieleden, dat lijkt me nog veel, veel, veel moeilijker. Dan een beetje filmen en die boel bij elkaar monteren. Dus het zijn de gesprekken, de interviews met de mensen die achterblijven, die het meest ingrijpend zijn, want zo leren we die slachtoffers kennen. Iemand springt van die brug, ja, je ziet het. Ja, een vent met een petje op. Maar daarna wordt er gepraat met zijn familie en dan ineens wordt hij niet meer een vent met een petje op, maar hij krijgt een naam en we krijgen wat te horen over zijn problemen en hoe die familie daarmee omgaat. En tussen de sprong, het eindigen van het leven, weet je wel, een willekeurig iemand met een petje. En de gesprekken met de familie, daar zit een hele lange tijd tussen. Dus deze mensen zijn al deels door het ergste van hun rouwproces heen. En daardoor krijg je een veel beter en veel meer openhartig gesprek. Echt waar, fantastische documentaire. Ik raad hem aan. Voor iedereen. En ik denk, nou, niet voor jonge kinderen, dat moet je niet gaan doen, want die begrijpen er geen ruk van. Maar kinderen vanaf een jaar of 13, 14, daar zou dat prima mee moeten kunnen. Ja, burgemeester Halsema, u heeft een hele, hele zware baan. En ik kan me voorstellen dat je nou 's avonds goed gebroken bent en helemaal nergens zin in hebt. Dus dan zou je, hoe heet het, deze documentaire eens een blik moeten gunnen. Ik zou zeggen, ga ervoor zitten met een stevig glas wijn. Ja, genieten is niet het juiste woord. Het is knap dat dit mogelijk is geweest. Het is knap dat iemand dat voor elkaar heeft gekregen. Ik vind het een echte aanrader. Het is een van de betere documentaires die ik in mijn hele leven heb gezien. Ja, dank jullie wel weer allemaal. Tot de volgende keer.